Ik vertegenwoordig 7205 studenten. Oh, ik vertegenwoordig 5732 studenten. Iets minder dan 3000. We vertegenwoordigen meer dan 9500 studenten. Dus ik ben er eigenlijk ingekomen omdat ik vond dat studenten niet genoeg werden betrokken bij de beslissingen die werden genomen op school. En dat motiveerde mij om er ook bij te komen. Ik zit in de deelraad omdat er eigenlijk wel wat dingetjes waren die ik anders wilde zien op de HVA. En dit was eigenlijk het meest toegankelijke om daar verandering in te brengen. Ik vond het heel interessant om te weten waar beslissingen worden gemaakt over de studies. Want voor een student is het niet heel overzichtelijk en krijgt hij ook niet veel informatie mee over alles wat wordt besproken, wat uiteindelijk ook over de student zelf gaat. Mijn favoriete onderwerp is huisvesting, omdat wij veel praten over ons nieuwe gebouw waar we over 2 jaar intrekken. Wij zijn hier als deelraad bij betrokken over een aantal beslissingen. Omdat ik toch heel belangrijk vind dat onderwijs openbaar is en dus ongeacht je persoonlijke kenmerken hieraan kan deelnemen. Ik denk ook iets meer contact tussen de opleidingen en je kunt gewoon heel veel van elkaar leren. De deelraad zelf bestaat uit een heel leuk team studenten en docenten. Aan de mensen ligt het zeker niet. Laat je vooral niet tegenhouden als je geen ervaring hebt met medezeggenschapsorganen. En je medewerkers en de studenten helpen heel erg op weg. Waar ik echt trots op ben, is dat we in deze tijd nog steeds samenkomen en nog steeds hard werken. Hoe moeilijk het ook is.